A Crack in Time was het hoogtepunt van de Ratchet & Clank franchise en een bevredigend einde. Toch was het zo succesvol dat het gevolgd werd door de speciale game All for One. Voor veel fans een mislukt experiment, maar mijn visie is wat genuanceerder. Na A Crack in Time was het voor Insomniac Games voorbij. Zij vonden dat de Ratchet & Clank franchise een logische conclusie had bereikt. De verkoopcijfers van A Crack in Time deden Sony echter anders beslissen. Zij wilden graag een vervolg. Insomniac had echter geen grote ideeën meer om het verhaal vooruit te duwen in de diepe trend die ze met de Future Saga hadden ingezet en de studio vreesde dat de franchise moeheid wel eens een probleem kon zijn. Daarom beslisten ze een compleet ander type spel te maken, een co-op spel. Oorspronkelijk ging het spel Ratchet & Clank 4-Play Multiple Organisms heten, maar deze titel werd te seksueel suggestief genoemd en al snel veranderd in All for One. Sony wilde specifiek dat Dr. Nefarious terug van de partij was, maar TJ Fixman, die het verhaal van de Future Saga had ontworpen, had hem natuurlijk gedood op het einde van A Crack in Time. Nefarious kreeg daarom een min of meer van de pot gerukte terugkeer doordat hij de crash van zijn ruimtestation overleefde door een teleportatie offscreen. House lights? Dr. Nefarious, I was wondering when you'd be showing up. Is that your new space station? Looks a little smaller than the last one. Oh, you're hysterical. Let's see you crack jokes from inside the digestive tract of a scrot! Oh, goody. I get to reanimate something. I think it's time to tender my resignation. Na A Crack in Time is Captain Quark president geworden van de Polaris Galaxy en tijdens een speech worden hij, Ratchet en Clank aangevallen door Dr. Nefarious. Al gauw worden ze echter met vier gekidnapt door een vreemde robot, de Creature Collector, die hen naar de planeet Magnus brengt. Hier moeten ze samen zien te ontsnappen van deze vreemde planeet die verschillende omgevingen heeft en veel massieve monsters en wezens uit allerlei delen van het heelal. Deze zijn hier allemaal ingevoerd door de Creature Collector en het viertal besluit een einde te maken aan diens ontvoeringen door zijn ontwerper te stoppen. Het verhaal heeft nog wel enkele twisten naar het einde toe, maar die zijn niet gemakkelijk uit te leggen en voegen weinig toe aan deze recensie. Ik kan het erop houden dat All for One een degelijk verhaal heeft, maar na de fantastische Future trilogie is dit uiteraard een enorme dip in kwaliteit. No! Bad, Mr. Dingle! Bad! Co-op games werden steeds populairder rond de tijd van All for One en Insomniac Games maakte er daarom een spel van met meerdere speelbare personages. Anders dan in de vorige games zijn Ratchet & Clank continu speelbare personages en kan je ook wisselen met Captain Quark en Dr. Nefarious die in dit spel eerder een anti-held speelt en niet de tegenstander. In dit spel kan je allerlei gadgets en wapens gebruiken en wanneer je deze tegelijkertijd met de andere personages gebruikt, maak je grotere schade. Ook de swingshot en het suckcannon zijn te gebruiken in combinatie met de andere figuren. Aangezien praktisch heel het spel zich afspeelt op planeet Magnus, kan je niet naar andere planeten reizen. De camera is vreemd in dit spel, aangezien deze altijd al gesitueerd is en niet te veranderen is
wat een veel minder vrij spel maakt. Er zijn enkele creatieve levels in verband met speciale voertuigen en verschillende prachtige bossfights met allerlei wezens die de Creature Collector heeft meegenomen en die zorgen voor voldoende variatie. By stars, a Lombax! What a remarkable specimen! And with such a shiny coat, oh, you three brought him to the right place. Dr. Frumpus Croyd, astrophysicist, paradoxologist, and Lombax whisperer? Dr. Croyd, I don't need a translator. I see. We're here because someone is using your work yes? to bring monsters to Magnus, and we need your help to stop him. He's saying he's hungry. Oh, for the love of... Listen, Doctor, I completely respect the fact that you're insane, but I'm trying to boost my approval rating, so what say we dial down the crazy and tell us how to stop Nevo? Ephemeris uses a Versatron energy dock to charge its power cells. It emits a high-frequency sonar ping to prevent ships from flying into it. Right. And that frequency would do... what now? It would allow us to triangulate the location of the charging dock. Success! It's on the Vita Rock Plateau! I'm impressed, Nefarious. You did good. All for One was een commercieel succes en bewees dat Ratchet & Clank niet bepaald dood was na de fantastische finale van A Crack in Time. Maar voor veel fans was dit een diepe teleurstelling. Toegegeven, het verhaal is helemaal niet naar de standaarden van de vorige games en de gameplay is vreemd. Dit is geen klassiek Ratchet & Clank spel en dat heeft veel mensen begrijpelijk afgeschrikt. Toch kan ik niet ontkennen dat All for One een heel tof spel is. Voor mij was het een weloverwogen afwisseling en hoewel niet naar de standaarden van de rest van de franchise, echt nog wel 4 gouden sterren waard en zelf het label kopen. Ik vind All for One dus zeker nog de moeite om te spelen, maar het had een eenmalig experiment moeten zijn. Insomniac Games besloot echter nog verder van het padje te dwalen en amper 1 jaar later een nog vreemder en nog korter spel uit te brengen genaamd Q-Force. En naar die verschrikkelijke flop kijken we volgende keer.